Het academisch onderzoek kan een rol spelen in de zin dat het uh, kan proberen te achterhalen in hoeverre, bijvoorbeeld, integrated reporting uh, beleggers beter helpt bij het maken van goede beleggingsbeslissingen dan een conventionele of op dit moment gangbare manier van verslaglegging. Uh, nou, we zien dat bedrijven meer en meer uh, rapporteren omtrent uh, wat ze doen met duurzaamheid. Um, als je kijkt naar de, de trend in, de, in, de, in het aantal rapporten rondom duurzaamheid, dan zie je dat die trend uh, ja, die is opwaarts, die is uh, stijgend. Uh, het aantal rapporten stijgt enorm. We zien echter ook nog steeds dat de content, de inhoud van die rapporten, die schiet te kort. Uh, je ziet dat beleggers over het algemeen um, zich afvragen van wat heeft de, de inhoud van dit rapport te maken met mijn context? Uh, en ver is het belangrijk voor het begrijpen van de waarden van vermogenstitels? Um, de rapportage ten, uh, is op dit moment meer gericht, uh, om uh, gericht op de behoeftes van bepaalde stakeholder groups. Maar je ziet dat uh, die verschillende uh, stakeholder groups um, ja, die hebben mogelijk tegenstrijdige belangen hebben. En die tegenstrijdige belangen zie je ook weer terug in de, in de, in de rapportage van die, van die bedrijven ten aanzien van wat ze doen met duurzaamheid. Dus uh, je ziet dat er geen st uh, duidelijke structuur in de rapportage te vinden is en dat de link met het rijlen en zeilen. Van de onderneming als geheel, met hun conventionele doelstellingen, dat die denk ik niet altijd aanwezig is. Er zijn natuurlijk ook nog andere doelstellingen dan winst maken voor een aantal bedrijven of zeker voor stakeholders. Ja, dat is dus een van de issues die je ook terugziet in de rapportage. Je ziet dat rapporten zich af en toe richten op de wensen van stakeholders, wat ze gedaan hebben met de wensen van stakeholders. En soms uh, zie je in die rapportage terug dat de activiteiten zich hebben gericht op zaken die niet per definitie iets te maken hebben met de strategie van de onderneming als het gaat om het behalen van een concurrentievoordeel. Dus, enerzijds uh, is het zo dat bedrijven inderdaad iets doen met de wensen van, van, van stakeholder groups, dat niet per definitie iets te maken heeft met het strategisch belang van die acties. Anderzijds zie je dat juist beleggers graag meer zien de mate waarin bedrijven zich bezighouden met duurzaamheid op een strategische manier. Wat is Integrated Reporting? Nou, integrated Reporting is een soort nieuwe generatie um, als het gaat om uh, verslaglegging. Um, wat men bij, vooral bij Harvard Business School probeert uh, aan te moedigen, uh, is dat bedrijven proberen hun uh, environmental en social activiteiten, dus de mate waarin ze uh, hun milieu-impact beperken, de mate waarin ze met hun werknemers omgaan, dat ze die informatie uh, op een gestructureerde manier en ook nog eens geïntegreerd met financiële verslaglegging aan de buitenwereld tonen. De achterliggende motivatie zou kunnen zijn dat op deze manier bedrijven ten eerste laten zien dat ze intern op een structurele manier bezig zijn met duurzaamheid. Als je intern dingen kunt goed meet en goed managt, dan kun je ze ook extern goed laten zien. En tegelijkertijd um, helpt het beleggers om beter te begrijpen hoe duurzaamheid van belang kan zijn voor het begrijpen van de waarde van het bedrijf. En ja, dit kan ook leiden tot weer voordelen in de kapitaalmarkt voor het bedrijf.